Wie ben je? Ik ben 4 jaar en ik ben president van Nederland. En hoe heet je? Nora. En wat wil je dan voor Nederland, minister-president? Ja, wat wil ik dan van Nederland, hè? Nou, Zuid-Zeeland. Je wilt Duitsland erbij hebben? Ja, en... En wat wil je voor de mensen dan die hier wonen? Wat is goed voor hun? Ja. Nou, je moet mensen verplichten wat ook leuk is. Oké. Wat niet leuk is, dat moet je aan de mensen geven die het wel leuk vinden. Hé, dat is een hele goeie. En de mensen die betalen heel veel geld voor de kassa's en zo. Mm-hmm. En ze doen altijd iets voor de mensen die altijd prikkelen, maar dat is eigenlijk wegster. Ja. De wegster die het lijkt van het kasteel. En de kinderen, wat moet je? Ga je nog wat voor de kinderen veranderen of is het allemaal al zo goed zo? Ik moet nog wel voor de kinderen veranderen. Wat dan? Wat ga je veranderen? Nou, het is een leuk plezier. Je kan voor de kinderen, je moet sowieso wel goede antwoorden en goede eten geven. Van avondeten, middageten, ja, babytjes eten, in zo'n kopje, zo'n rond kopje, baby eten geven. Ja, ja, ja. Zoals appelmoes, spinazie. Heel goed. En je moet de baby in kinderwagen doen als je gaat wandelen. Oké, dus wat verplicht om kinderen, baby's in de kinderwagen te doen? Ja, okay. Maar als ze slapen dan? Nou, als ze slapen, dan moet je ze in zo'n licht ding doen. Maar dat is veel te zwaar. Dat kan je beter doen in zo'n ding wat je thuis hebt. Ja, dus als ze slapen, moet je ze thuis laten. Ja. En anders in de kinderwagen. Ja. Nou, goed zo. Heb je nog meer te vertellen? Ja. En voor wat de dan? Grote meisjes dan? Nou, krijgen die paarden, de essen en pedrospellen? Nou, ik kan heel goed opblazen. Zou ik het even laten zien? Nou, heel snel dan. Ja, ik heb het gezien. Heel leuk. Ja, dat is belangrijk hoor, als een minister-president goed kan blazen. Als een president goed kan blazen, als het brand is, een bal blazen. Precies. Maar zeg, minister-president Nora, bedankt voor het interview. Ja. Dag. Maar ik kan nog veel vertellen hoor. Oh. Zoveel als ik kan leven. En... Wat vinden Lily van een optochtje en een filmpje? Ja, dat vinden de mensen denk ik wel leuk. Maar hoe zit het met de belasting? Ik vind het veel belangrijker. Ja, maar ga ik... Hoeveel geld moeten we voorlopig betalen voor het huis? 10 euro, alsjeblieft. 10 euro? Ja. Hé, zeg maar even dag. Dag.